Het is voor PSV een beetje een merkwaardige week. De ploeg bereidt zich voor op de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin niets meer op het spel staat. En dat is niemand echt gewend. Ja, denk ik wel. Ik denk, voor ons zit het seizoen natuurlijk zo goed als op. We hebben nog één thuiswedstrijd tegen Zwolle. En die wil je winnen, ook voor de fans dit jaar, om ze toch te bedanken, denk ik. Om het seizoen goed af te sluiten. En nog maar één wedstrijd. Hoe beleef je dan zo'n week? Hoe werk je daar naartoe? Is dat hetzelfde als voor Groningen uit of pakweg iedere andere wedstrijd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we gewoon een normale week neerzetten met goede trainingen. En iedereen die blijft zijn best doen. En verder zullen we het wel zien. Eigenlijk mag je zeggen dat het seizoen mislukt is, hè? Uiteindelijk wel. Ik denk dat PSV altijd moet strijden om de titel. Kansen moet maken om de beker te winnen. Ja, in de Champions League was er misschien wat meer, hadden we wat meer verwacht na vorig jaar. Dat is er allemaal niet uitgekomen. Dus ja, dan kun je dat wel een beetje stellen. Ja. Marco van Ginkel meldde zich in januari van dit jaar in Eindhoven voor een verhuurperiode tot het einde van dit seizoen. Een jaar eerder gebeurde dat ook al. Toen was de afloop met het binnenhalen van de landstitel zeer succesvol. Dat gebeurt nu dus niet. Desondanks is Van Ginkel over zijn afgelopen half jaar als PSV'er niet ontevreden. Ja, ik bedoel persoonlijk, de statistieken zijn op zich prima. Ik heb veel gespeeld, een aantal goals gemaakt. Twee wedstrijdjes gemist toen ik een blessure opliep bij Feyenoord. Verder, goed, ben ik wel tevreden. Uiteindelijk kwam ik hier met dezelfde doelstelling als vorig jaar eigenlijk. Om weer een prijs te pakken. En ik denk dat misschien zelfs nog wel had ingezeten. Maar ik denk niet dat het allemaal op zijn plek viel dit keer. En dat was vorig jaar wel het geval. Ja, vorig jaar op die laatste speeldag, dat mag je misschien geluk noemen. Nu zat het dan allemaal tegen. Vielen de puzzelstukjes niet zoals ze moesten vallen? Ja, ik denk dat we in ieder geval toen ik aankwam in de winterstop stonden we al een aantal punten achter. Het was wel moeilijker dan vorig jaar. Dat was stap 1. Alleen, ik denk dat we een aantal punten hebben verloren. Zoals Twente uit, ADO uit. Wat onnodig was in de laatste minuten van de wedstrijd. En daardoor liep je de achterstand op Feyenoord en Ajax liep op. En jammer genoeg kwamen we niet meer bij. Hoe ziet je toekomst eruit? Ja, dat weet ik nog niet helemaal. En dat wordt de komende periode wel meer duidelijk. Want Marcel Brands geeft de Telegraaf in een uitgebreid interview aan. We zouden hem graag willen houden. Huren of kopen. Zijn dat dingen die voor jou bespreekbaar zijn? Alles is bespreekbaar, maar daar denk ik nu nog niet echt over na. En dat zullen we de komende periode moeten afwachten. Is dat lastig of is dat eigenlijk zoals je er een jaar geleden ook voor stond? Ja, wel een beetje. Ja. Ik bedoel, je hebt meerdere kampen waar het aan ligt. Aan mezelf, aan Chelsea. Ik weet niet wat hun precies allemaal willen. En al die dingen bij elkaar, dan gaan we weer een keuze maken.